Vandaag gaan we het eens hebben over de hatchback. Vrij vertaald een auto met een groot luik aan de achterkant. Die term die kwam pas begin jaren 70 een beetje in zwang. Daarvoor waren er wel auto's met de kenmerken van een hatchback, maar zo werd die simpelweg nog niet genoemd. Met deze Renault 20 zijn we inmiddels in die jaren 70 beland. En zoals je ziet, ook een hatchback. En daarmee wordt aangetoond dat die carrosserievorm inmiddels door alle lagen van het gamma was doorgedrongen. Naast die Renault 20 hebben we deze Saab 99 Combi Coupé gezet, waarmee het Zweedse merk in 1974 zijn eerste voorzichtige stapjes op hatchbackgebied zette. De plannen die waren er wel al eerder, maar dit is het eerste concrete bewijs. Ja, en hier gaat het dus om, hè? De hatch, de grote vijfde deur. Kijk eens even, dat is toch een stuk eenvoudiger laden dan bij zo'n traditionele sedan, wat destijds eigenlijk gewoon heel normaal was. Want de Renault 4 en de 16 die hadden al zo'n grote klep en nu dus ook de 20 en de 30. Ja, dat is een stuk eenvoudiger inladen allemaal. En als je dacht dat deze Renault een grote achterbak had, moet je eens even naar die Saab kijken. Aan boord van een Renault 20 TL uit 1977 en deze auto is denk ik de eerste herinnering die ik aan mijn opa had. Die had een 20 voor de deur staan, een lichtgroene, en dat vond ik altijd een hele voorname, chique auto. En dat uiterlijk, dat zet zich eigenlijk wel een beetje voort in het interieur. De goudbruine lak van deze auto, nou, dat zie je terug hier op het dashboard. Het is, het is best wel een chique bedoeling. Hier op de deuren zie je bruin sky. Ik zei het is een TL, dat was het, volgens mij het tweede uitrustingsniveau. De hoofdsteunen hier achter mij die waren niet standaard. Stuurbekrachtiging had hij ook niet standaard. Heeft de eigenaar er allemaal later op laten zetten. Ik kan me niet herinneren of ik ooit met die Renault 20 van mijn opa heb meegereden. Maar nu rijd ik er in ieder geval zelf mee. Dus het is... Leuk om eens te kijken hoe mijn opa dat destijds moet hebben ervaren. Ja, we hebben een 1.6 aan boord, 90 pk. Dat houdt niet over. Dat vond de conditie destijds ook. En daarom kwam er later nog een 2 liter motor bij. Die was wat sterker. Maar zo hier rijdend op zo'n dijkweggetje heb ik er in ieder geval ruim voldoende aan. Schakelen doe ik dus met een 5-bak in plaats van met een standaard 4-bak. Nou, dat gaat eigenlijk best met korte slagen, best soepel. Ja, een enorm stuur dat best wel een beetje nerveus reageert. Hele soepele vering, dus al met al voelt het bijna een beetje Amerikaans aan. Maar ja, daar staat natuurlijk ook Renault wel een klein beetje onbekend om zijn comfort. Zo, kijk hem eens even overhellen. Ja, dit is gewoon een lekkere, luxe, comfortabele limousine. Daarom is het eigenlijk ook des te opvallender dat de gebroeders Marot in de jaren 80... die bebaarde, scheldende gasten, die reden met een Renault 20 Parijs-Dakar dwars door de woestijn en die wonnen in 1982. Maar ja, dat was wel in een Renault 20 met vierwielaandrijving en de turbomotor uit de 18. Ja, toen zaten we inmiddels al een paar jaar in de jaren 80 en toen konden ook de Renault 20 en de Renault 30 het niet helemaal meer bijbenen ten opzichte van de concurrentie. Het werd tijd voor vervanging. Dat werd de Renault 25 in 1984. Maar goed, daar gaan we een andere keer wel een blokje mee om. Ik ben nu benieuwd hoe het Zweedse alternatief voor deze Renault 20 eruit zag. Dus tijd om over te stappen in de Saab 99 Combi Coupé. Voordat je met een Saab 99 op pad bent, ben je al 2 hindernissen verder. Want natuurlijk start je een Saab met het contact in de middentunnel. Als je hem uit wil zetten, moest hij dan in zijn achteruit staan, anders kon je de sleutel er niet uithalen. Nou, dat systeem hebben ze er hier afgehaald. Ja, en die gordel ook heel bijzonder. Die moet je dus, het stof van de gordel moet je er hier vastklikken. Nou, ook zo'n systeem waarvan je denkt, hoe komen ze erop? Nou, ze waren er ook snel weer vanaf, want... Het bleek in de praktijk toch niet zo handig als ze op papier hadden bedacht.
Ja, dit is echt een hele andere leefwereld dan in die Renault, hoor. Sowieso, het dak is lager, de ruiten zijn lager. Het geeft een veel minder ruimtelijk gevoel. Het is heel compact. Die voorruit die loopt ook een beetje bol. Het geeft wel een sportief gevoel. Niet dat deze Saab nou zo heel erg snel is, hoor. Er zit een 2 liter in met dubbele carburateurs, 108 pk. Daarmee is hij wel wat vlotter dan die Renault. Ook wat iets minder soepel geveerd. Maar die Renault die had dus een later ingebouwde 5-bak. Nou, deze heeft toch de originele 4-bak. Motortje hoor je goed, maar hij trekt er redelijk aan. Stuur gaat enorm indirect. Je moet echt, je zet in en je hoopt maar dat je ongeveer uitkomt waar je bedacht had. Dus wat dat betreft is die Renault eigenlijk nog wat sportiever, voor zover je dat sportief zou kunnen noemen. Maar het rijdt verder comfortabel. Ja, en als je om je heen kijkt, het is natuurlijk een echte Saab. Dus Scandinavische degelijkheid. Er staan ook nog de nodige Zweedse teksten hier op het dashboard. Onder andere de naam van de vorige eigenaar, Erik Olsson. Ja, zo heet het volgens mij half Zweden, dus zo bijzonder is dat nou ook weer niet. Maar hier bij de lampen staan ook nog allemaal Zweedse teksten en zo. Hartstikke leuk. Echt gewoon een compleet ander sfeertje dan in die Renault. De Saab 99 kwam al in 1968 op de markt. Eerst als tweedeurs sedan, later ook als vierdeurs sedan. En er waren altijd al plannen bij Saab om een combi te maken. Dat was oorspronkelijk bedoeld als driedeurs. Maar dat werd uiteindelijk in 1974 een vijfdeurs, deze combi coupé. En die is 11 centimeter langer dan de sedan. De grote attractie van deze 99 die volgde in 1978, want toen kwam hij beschikbaar met turbomotor. Nou ja, dat was wat natuurlijk hoor in die tijd. 145 pk, 200 km per uur, 0 tot 100 in 9,2 seconden. Dat waren echt voor zo'n soort auto spectaculaire getallen. Maar ja, lang heeft de 99 daar niet van kunnen genieten, want de 900 die stond inmiddels in de startblokken. En daarmee brak eigenlijk een hele mooie periode aan voor Saab. En ja, zoals we allemaal weten, ligt die mooie periode al lang en breed achter ons. Want het merk bestaat niet meer, helaas. Maar goed, er is nog altijd een hele grote groep liefhebbers die dit merk een warm hart toedraagt. En die goed voor beestjes als deze 99 zorgen. Dan tot slot de keuze tussen deze twee auto's. Dat vind ik een hele lastig hoor, want die Renault, ja, zoals ik al zei, daar zitten wat mooie herinneringen aan vast. Maar de auto aan zich, ja, ik vind hem ook weer niet zo heel erg bijzonder. Hij rijdt fijn, hij is heel comfortabel, ik vind een mooie kleur. Maar wat dat betreft is deze Saab toch wel iets eigenzinniger. Ja, het past natuurlijk ook heel erg bij het merk. Maar ja, zeker in dit kleurtje. Met dit model, ik vind het. Ik ben geen echte Saabman, maar ik vind dit toch wel wat hebben. Dus ja, als ik dan een keuze moet maken, dan doe mij dan maar deze 99 combi coupé.